De grote dag. Waarom, zegt Coco? Ze zegt, kijk, alle vogeltjes gaan voor het eerst vliegen. De nationale voorleesdagen zijn van start gegaan. B+C heeft dit jaar een online programma vanwege de coronacrisis. De burgemeester van Leiderdorp, Laila Driessen, heeft donderdagmorgen online de kinderen van Dalton School De Leeuwerik voorgelezen uit het boek Coco kan het. Het is weer eens een keer iets anders, maar dit was het maximaal haalbare in deze tijd. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat mensen moeite hebben gedaan dat ik zo de kinderen toch kon voorlezen. Kinderen worden steeds minder vaak voorgelezen. De burgemeester vindt dat dit meer moet gebeuren. Ontzettend belangrijk, hè? Deze keer hadden we dan Coco. En daar krijg je dan als burgemeester zo'n leuk poppetje bij. Coco, het is ontzettend belangrijk, want het stimuleert de verbeeldingskracht van de kinderen. En wat ik ook heel goed vind van dit boek, daar wordt een angst benoemd die dan weggenomen wordt. He, dus van als je ergens bang voor bent, ga dan naar je moeder of doe wat eraan. En wees daarna, als je durft, niet te overmoedig, want dan vlieg je tegen de boom. Dus ik vond het dit keer een heel goed educatief onderwerp ook. En je ziet aan de kinderen zijn helemaal gebiologeerd. Want Annelies had het scherm verzorgd. Dus dan hebben ze ook heel groot in beeld wat er gebeurt. Het is heel belangrijk. En het is ook heel gezellig om als ouder of als tante of als andere mensen die dat doen, om voor te lezen de interactie met het kind. He, dan zie je ook wat er gebeurt en hoe het met het kind is. Want als je geen respons krijgt, kan je daar ook weer wat uit opmaken. Door de coronacrisis gaat de onderwijsontwikkeling van kinderen minder hard. De kids krijgen thuisonderwijs, waardoor er minder individuele aandacht voor ze is. Dit zijn 5- en 6-jarigen. Ik weet niet zozeer hoe daar de onderwijsachterstand is. Maar natuurlijk in deze tijd, waarin er heel veel thuis wordt geleerd en gedaan, zal het best moeilijk zijn om goed het tempo erin te houden waarmee je al die nieuwe stof tot je neemt. Dus ik lees ook in de krant dat er van alles gaande is. En ik kan me voorstellen ook hoe moeilijk het is voor de ouders om dat bij te benen. De burgemeester hoopt volgend jaar de kinderen weer fysiek te kunnen voorlezen. Dag!